Nou kun je toch moeilijk beweren dat de boete voor niet handsfree mobiel bellen laag is. Maar dat weerhoudt maar weinig mensen ervan niet vrolijk bellend met de telefoon in de hand auto te rijden. Daarbij kun je je afvragen waarom dat eigenlijk is. Vroeger ging het leven zonder mobieltje ook gewoon zijn gang, dus waarom nu ineens niet meer? Tja, waarom niet? Omdat dat nu eenmaal niet meer van deze tijd is. Het is niet realistisch om het bestaan van de mobiele communicatie te ontkennen. En dat is ook niet wat de overheid wil. Wat men wel wil, is het zoveel mogelijk beperken van ongevallen die gebeuren doordat bestuurders afgeleid zijn. Onder andere door hun mobiele telefoon. Want mensen, wat bellen we veel tijdens het rijden? Er wordt per jaar zo'n 3 miljard kilometer in Nederland bellend afgelegd. En dat betekent dat als je aan het bellen bent, dat je dan eigenlijk je concentratie niet op het autorijden hebt. En dat is even los van of je dat nou handsfree of handheld doet, want dat is allebei een stuk afleiding. We hebben tegenwoordig een hele grote behoefte aan informatie. We willen elk moment van de dag zoveel mogelijk informatie krijgen. Dat is internet met name ook om algemene informatie, nieuws, feiten, waar je voortdurend mee gevoed wil worden. En bij de telefoon gaat het meer om persoonlijk nieuws, hè? Nieuws uit je directe werk of privékring. Wij vinden dat we op ieder moment van de dag die informatie moeten kunnen krijgen, dat die beschikbaar moet zijn voor ons. En daarvan ziet de verkeerspolitie dan weer de resultaten. Zitten ze op de bel of zo? Waar zitten ze bij? Nou, dingen die je terugziet als mensen bezig zijn met dat soort afleidende dingen, maar onder bellen, is dat mensen kruipen naar de rechterstrook en gaan plotseling 90 rijden. Of gaan juist 130 rijden omdat ze hun snelheid niet in de gaten hebben. Je ziet ook dat mensen veel hoekiger inhalen omdat ze gewoon niet geconcentreerd zijn of veel later teruggaan naar de rechterstrook. En je ziet heel vaak dat mensen zeg maar, niet goed de rijstrook houden. Dat mensen met twee wielen over de linkerstrook gaan, met twee wielen over de rechterstrook gaan. Je doet het weer, zie je dat? Ja. In 80% van alle ongelukken die gebeuren, speelt afleiding een bepaalde rol. Als je met bellen bezig bent, dan ben je niet met geconcentreerd autorijden bezig. De meeste mensen hebben er geen idee van hoe gevaarlijk het is. Autorijden is heel complex. Wat je voortdurend bij je mee bezig bent, is waarnemen, het verwerken van die waarneming in je hersenen en het daarop nemen van beslissingen. En dat allemaal binnen enkele seconden vindt dat plaats. En heel veel van die handelingen, die doen wij automatisch. Dat zijn automatismen geworden. Er is niemand die denkt van, oh, nu moet ik de koppeling in gaan trappen en nu moet ik de versnellingsspook gaan bewegen. En daardoor kan je aandacht in principe dus heel goed op onverwachte dingen uit de omgeving. Bijvoorbeeld er komt plotseling een auto of een fietser van een bepaalde kant af. Maar als je dan je aandacht gaat schenken aan je telefoon, dan heb je dus geen aandacht meer voor die onverwachte verkeersgebeurtenissen. Het is niet alleen zo dat je minder gaat autorijden van telefoneren, maar je gaat ook minder telefoneren van autorijden. Want de telefoongesprekken die tijdens autoritten worden uitgevoerd zijn kwalitatief echt veel minder dan telefoongesprekken die worden gevoerd als je gewoon stilstaat. Dus als je denkt van ik ga even zaken doen tijdens het autorijden, dan kan je bedrogen uitkomen. Dan kan je veel beter doen als je stilstaat. Maar wat vindt de wetenschap nou gevaarlijker? Handheld bellen of toch ook handsfree bellen? Nou, de SWOF heeft daarvan gezegd dat er eigenlijk geen waarneembaar verschil is in de gevaarszetting. Je kunt je voorstellen dat de afleiding die je hebt, dus de psychische afleiding, dat die hetzelfde is bij een gesprek of je die telefoon nou wel of niet vast hebt. Maar als je feitelijk ook nog met die telefoon bezig bent, als je hem echt aan het instellen bent, dan verricht je ook nog fysieke handelingen. Dus dat geeft een stukje extra gevaarszetting. Ik ben daar wel van overtuigd dat het zo is, alleen het is op dit moment niet wetenschappelijk aantoonbaar. Ik denk dat handsfree bellen wat dat betreft iets minder fysieke inspanning vraagt. Maar tijdens het bellen, het afgeleid zijn door het telefoongesprek, daar zit geen verschil tussen. Het is eigenlijk bijna allebei net zo onverstandig en net zo gevaarlijk. Hey, beller. Maar waarom kun je dan alleen een bekeuring krijgen als je de telefoon in je hand hebt, als het net zo gevaarlijk is wanneer je via je carkit belt? Ze rijdt ook daar. Dat is ook een overweging geweest bij de wetgever destijds van ja, je moet wel iets strafbaar stellen wat handhaafbaar is. Nou, dat iemand met zijn telefoon in zijn hand zit, dat is zichtbaar. Als iemand handsfree aan het telefoneren is, is dat gewoon nauwelijks te constateren. Dus heeft de wetgever gezegd van wat we gaan verbieden is gewoon helemaal die telefoon vasthouden. Ja, het gaat om het bellen. Dat was wel duidelijk. Ik zag het. Ja, je zag me denk ik ook wel zo. Ja, zagen we ook al, ja, inderdaad. Ja. Daar hebben ze ook een behoorlijke boete op gezet. En de bekeuring bedraagt op dit moment €180. Maar eigenlijk wil ik ook een beetje uit de discussie van de boete of van wat het nou oplevert. Mensen moeten zich bewust zijn van het feit dat ze bewust moeten autorijden. Het gaat om hun eigen veiligheid. Dag mevrouw, goeie huis zitten. Ja? Ja, dat is mooi, maar dat geldt altijd voor een ander. U weet wel, mij overkomt dat niet. Hoe bereik je nou de individuele bestuurder? Die mobiele telefoon neemt een ontzettend belangrijke plaats in ons leven in. Dus ik denk dat het een illusie is om het volledig uit te bannen, uit het verkeer.
Maar als je zegt van ja, we willen wel zorgen dat mensen zich er goed van bewust zijn hoe gevaarlijk het is, dan zijn daar een aantal dingen mogelijk. Handhaving is heel belangrijk. Die boete die erop staat zal ook voldoende hoog moeten zijn, zodat mensen zich realiseren dat het echt iets is wat ze niet moeten doen. Pakkansen verhogen is ook heel belangrijk. Dus zorg er ook voor dat er in de rijopleiding heel veel aandacht naar uitgaat, dat het echt ongewenst is en dat mensen het gewoon niet moeten doen. De bonnen. Dat weet u. Ja. Ervaringsdeskundige? Nee. Oké. Okay. Ik was de tweede in 14 jaar, dus. Oké. 14 jaar zelfstandig, okay. Tweede bekeuring voor zonder bel. Nee, ik doe het altijd, ik blijf het ook doen. Op 7-10 in de week lag ik daar. Ja, maar waarom neemt u niet een kaartje dan? Waarom? Dat ik klote dingen vind, dat stoort en dan volgende maand koop ik weer een ander halve keer weer bouwen. En, nee. Er zijn erge dingen in het leven. Ja, oké, maar het gaat natuurlijk wel om het gevaar wat erin schuilt, hè? Er gebeuren zoveel ongelukken doordat mensen. Ja, gewoon onoplettend aan het rijden zijn. Ze zijn niet met het autorijden bezig. Deze jongen heeft bijna 4 miljoen kilometers in zijn leven, wat jullie misschien in 100 jaar niet halen. Nee, ik heb twee ongelukken. Ja. De techniek is ook iets wat ons kan helpen. Er zijn al telefoonmaatschappijen zelf die bezig zijn om te zorgen dat er telefoons komen die gewoon niet werken als je in de auto zit. Waar het uiteindelijk allemaal om gaat, is de verkeersveiligheid. Welke gevolgen heeft het beperken van mobiel bellen voor de verkeersveiligheid? Nou, er is bijvoorbeeld uitgezocht van wat zou dat nou kunnen schelen aan ongevallen. Want er vinden nog steeds heel veel ongevallen in Nederland plaats. 750 doden en 9300 gewonden per jaar. Als we zouden stoppen met bellen met z'n allen in de auto, zouden we daar 6% van kunnen besparen. Dus het zijn 45 verkeersdoden en 500 verkeersgewonden. Nou, dat doet ertoe, zou ik denken, in de verkeersveiligheid.